ook op met anderen mee. Echt feestelijk. Mijn barbecue even voorbereiden. Ik zet het schild erop. En dat zorgt ervoor dat de eerste hitte zeg maar niet bij de kalkoen kan komen. Want ik wil hem eigenlijk op een lage temperatuur willen vervaren. Dan lig je er toch lekker bij, Rimmen. Marginale. Er zit een thermometer bij. Felix. Felix, kom. Nu kies ik voor iets anders. Loof en sloop. Dan zet ik 3,5 tot 4 uur rustig op de barbecue. 120, 130 graden. Eerst koken, maar nu ook spelen. Over het eten gesproken, want we hebben nog ontbreken. Daar hebben we meegenomen. Raken bij zijn ontbreken. Ja, lappen, toetje wassen. En ik wil ook met voer ondersteunen. Dit is voor Jamie. Dit is een hallo mama. Maar het is wel binnenkant. Je dochter doet het goed, zeg. Dus om te komen dat hij nog zwaarder wordt. Maar zelfs gezegd, we zijn met overgeven. Ja, maar dat is ook de grootste kant. Dat is die ene pleeg. Ja, en dan hebben we nog zijn grote vriend. De blauwe Rus. Die heeft geen kiesjes meer. Die koud. Dus ook slecht, of niet. En nog kusjes, een toetje wassen. Tegen haar ballen. Maar er is nog meer, want Jamie is een stuk actiever en speelser dan dat Maxime is. Het is een voerbal, hier gaan de blokjes in, dus voor elk blokje wat hij eet, moet hij werken, moet hij jagen. En daarmee krijgt hij ook meer activiteit, raakt hij wat gewicht kwijt. En daar zijn vrienden dus. Hallo Wolfie, wat doe je het goed? Doe je het goed, hè? Dit is niet geloven. Hé, Trini. Dit is kindertuintje. En dan moet je natuurlijk ook wat neerzetten, want uiteindelijk willen ze er een kindertuin van maken. Daar heb je Japanse rijnbeest neergezet. Nou, dan kunnen ze lekker verplukken. Hier is dan frambozen. En hier in deze hoek, dit is de donkersoep, daar heb ik een blauwe bes neergezet. Ja, als een schaduw. Het gaat nu ook. Vol met bloemknoppen, dus dat is lekker bessen eten. Ja, dit is de groentetuin voor de kinderen. 4 weken, hè, mijn meisje. 4 weekjes. Moet je kijken wat dat heeft. 2 malen geel, dus je wilt een hele poel op. Dus je moet je gaan schrijven. Allemaal kusjes, hè. Krijg je nou allemaal kusjes. Krijg je nou allemaal kusjes, Phoenix. Wat lief. Ga ze je nou verzorgen. Rotjes wassen. Wat is er dan? Nou, kusjes en oortjes wassen. Hallo. Hier komen ze samen. Ik zet ze daar op. Vind je het niet leuk? Ja, wordt een verrassing van het voorjaar, of niet voor ze? Ken je niet het enthousiast, hè? Nee, ik vind het echt. Oh, we zeggen het de laatste keer. Is het de laatste keer? De laatste keer, ja. Ja, vorige week van kerst vier. Hé, vind je het leuk? Doet ze het goed? Ja. Groente barbecue is natuurlijk ook altijd een feestje. Is goed? Ik heb hier Roodhof, daar zijn de familie van Witthof, mannen met de rode kleur. Eén groot met serranen. Ja, die gaan hem schoonmaken. Op de barbecue. Wat lief. Moet je kijken dan, die kokoen. Nou, dat ziet er toch te gek uit. En een geur. Ik ga er daar nog een picanha bij leggen. Die is dan helemaal ingerold en gemarineerd. Lief hoor. Een biertje, samen met die Witthofjes erbij. En dan gaan we naar de appel. Hè? Jorla shopt haar verrichting niet alleen op internet, ze komt ook graag in Barendrecht. Altijd leuk om ideeën op te doen. Ik ga op zoek naar verlichting voor Dominique en Harriet. Daar ben ik in een van heel veel keuze, dus ik ben benieuwd wat ze helpen. Ik heb geen muziek om al veel. Die hebben al zo lopen spelen. Stikken. Kut killen, Phoenix. Kusjes ontvangen. Allemaal kusjes ontvangen. Heel veel verlichting is gewoon heel licht van kleur en vrij. Zet ze nou je staart te plukken. Echt waar, een pootje erop, kusje ontvangen. Als je dat gaat toepassen in je huis, dan moet je heel subtiel doen. Ik wil een uitkistje van geel en ik wil het combineren met zwart. Phoenix. Dat is eigenlijk de simpele vormgeving en de combi van hout met wit en zwart. Maar vind ik ze wel leuk. Ik vind dit ook een leuke. Maar deze wil ik eigenlijk groter en stoerder. Kijk, dit is nou wat ik bedoel. Dit is eigenlijk gewoon de oude bureau van vroeger in de kleine en dan XXL. En ik heb maar een heel klein plekje naast de bakkenhouder 1 van
staan. Ja. Deze zou er helemaal perfect bij passen. En je ziet het ook al een beetje wat het in een modern interieur doet. Deze gaat mee. Zag je ze? Er zit ook nog iets bijzonders. Hoortje was. Ik wil graag zwart. Toetje was. Zachtjes. En dan ook nog een staande lamp in het gat. Dus combineert met dat geel. Ga je er nou schoonmaken, Felix? Wat was dat kind? Wat was dat kind? Ja, wat is dat dan? Killer. Nou, we zitten al over de 5 minuten heen. Hé, hey, papi. Hé, hey, mami. Je ziet het al helemaal vol. En hier hangen alleen maar zwarte spots. Nou is dat een beetje een trend. De zwart komt helemaal in, dus hier ook niet zo heel veel. Nou, laten ze maar even lekker slapen. Dimbare led, heel belangrijk. Laten we ze slapen. En wat ik heel mooi detail vind, is eigenlijk het spotje... Oké, trusten. Trusten, trusten. Je doet het supergoed, hoor, Phoenix. Hartstikke grote zus.